De KNSB Cup wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Goedemiddag. Zelden werd een schaatsseizoen zo duidelijk aangekondigd als dit jaar. De spanning steeg de afgelopen dagen. Een staking leek aanstaande en kwam er uiteindelijk net niet. Want iedereen is min of meer tevreden over het te verdelen geld. En dus kunnen we beginnen. We gaan op naar de EK en WK Allround, de WK afstanden, de WK sprint en ook het nieuwe toernooi, de EK sprint. Maar dat is allemaal na de jaarwisseling. Het begint met de KNSB Cup. Tot en met zondag is dat in sportcentrum Kardinge in Groningen. Voor veel schaatsers is dat meteen buigen of barsten. Aanhaken of afhaken voor de eerste reeks wereldbekerwedstrijden. Want de beste vijf plaatsen zich per afstand voor China, Japan, Kazachstan en Heerenveen. En de anderen moeten in de wachtkamer. We starten met de 5 kilometer. Het baanrecord is daar natuurlijk van Sven Kramer. En dat is bijna net zo oud als zijn wereldrecord uit november 2007. Want dit was december 2007. Kramer naar de bel. 30-5. Daar komt een nieuw baanrecord. Geen verrassing. Kramer zal normaal gesproken ook hier de 5 kilometer winnen. Twee gewonnen afstanden na dag 1. Hier komt Sven Kramer met een nieuw baanrecord, 6:28.82. Onthoudt u die tijd. Kramer vandaag niet in de slotrit, want die is voor Jan Blokhuizen en Patrick Roest. Die dus weten wat Kramer dan heeft gereden. En Kramer weet op zijn beurt wat voor tijd zijn grootste rivaal Jorrit Bergsma heeft neergezet. Het commentaar bij de 5 kilometer is van Martin Hesman en Herbert Dijkstra. Baas van de Schaatsbond kende een moeilijke week. Theo Flederis. Maar uiteindelijk zijn we hier en dus is er niet gestaakt. En dus rijden hier schaatsers en het gaat weer ergens om. Het gaat vooral om de sport zelf. 30-3 voor Bergsma. En dat is een prima rondetijd. En hij zit dus dik onder het schema van het baanrecord. Wat zojuist is gereden door Erik-Jan Kooijman. Ja, en ook ongeveer op de tijd van Bob de Vries die de tweede tijd tot nu toe heeft. Het gaat voorlopig nog vrij makkelijk bij Bergsma. De oude Vries heeft het wat lastiger. Zou Bergsma de anderen al zand in de ogen hebben gestrooid? Want die richttijd die hebben we van Bergsma niet. Maar als we kijken naar de verrichtingen van dit moment, dan stemt dat tot alle tevredenheid en vertrouwen. Want dit is gewoon een goede 5 kilometer. En het gat met Douwe de Vries wordt groter. En hij heeft ook nog iets te winnen vandaag. Dat is zijn baanrecord dat hij kwijt is geraakt. In dit toernooi. In de volgende rit zullen we Kramer in actie zien tegen Arjan Stroetinga. Ja, er is hier geen titel te verdienen. Alleen startplaatsen. En baanrecords die tellen ook nog. Het gaat altijd ergens om. Douwe de Vries die een paar rondjes 30-6 achter elkaar heeft gereden. En verliest elke ronde 1-2, 3/10 op deze Bergsma met twee ronden te gaan. Zit er nog een lage 30er in. Kijk eens, 30-2, daar komt een nieuw baanrecord. En ook voor Douwe de Vries versneld. Ook Douwe de Vries sneller dan de voorgaande ronde. Wat een mooie rit toch weer voor Jorrit Bergsma. Zoals gezegd, ze hebben hard getraind in de afgelopen maanden. En dat was eigenlijk ietsje anders dan de opbouw van de ploeg Kramer. En misschien heeft Bergsma wel een spelletje gespeeld met zijn trainer en gezegd: ja, ik ben niet helemaal fit. Is die stiekem uitgerust? 29-9. Het gaat steeds sneller. Dan moet Kramer zo dadelijk nog zijn best doen. En daar zit hij. Want er komt weer een baanrecord aan. En hij wil snel aan de start, omdat het ijs begint aan te slaan. Minder snel wordt. De laatste 100 meter voor Jorrit Bergsma. En daar komt een schitterend nieuw baanrecord. En wat heeft hij het mooi opgebouwd. En wat heeft hij iedereen zand in de ogen gestrooid. Want 6:23.32. En ook Douwe de Vries duikt onder het oude baanrecord. Dat zijn echt knappe tijden. En dat moet Kramer nog eens zijn best doen. De ronde naar de kilometer, dat was de ronde waar Kramer afgelopen seizoen altijd iets te veel liet liggen.
Moet in de buurt blijven van de 29-9 uit de eerste volle ronde. Persma had hier 30-5. Kramer heeft 30-7. Dus het verschil is toch wat kleiner geworden. Maar dit is dan vanuit die 29-9 18e verval. En dat wil hij niet. Want nu moet je dus weer wat versnellen om lage 30ers neer te zetten. Hoe was het een jaartje geleden in Enschede? Daar kreeg Kramer toch klop. Ja, een paar tienden. Hij wordt niet zo vaak verslagen op de 5 kilometer. Internationaal gezien al bijna helemaal niet. Ik kan me nog een rit herinneren met Bob de Jong. En dan gaan we nog verder terug. Dan was het Fabrice. Maar hij is de koning van de 5 kilometer. Maar kijk naar die rondetijd. 29-9, 30-7. Daar werkte Kramer vorig jaar aan. Nu 30-1. Dan moet je toch die snelheid weer opvoeren om naar die lage 30ers te komen. En na zijn optreden in Insel verwacht echt niemand ook enige tegenstand op de 5 kilometer voor Kramer. En het zou wel eens anders kunnen uitpakken, omdat Bergsma zo'n fantastische tijd neerzet. 30-7. En nog altijd een halve seconde ruim onder het schema van Bergsma. En Stroet gaat 30-4. Die is in de rondetijd zelfs sneller dan Sven Kramer. Stroet gaat een fenomeen bij het marathonschaatsen. Goed te zien dat het ritme van Stoetega ongeveer 2 slagen hoger is op het rechterend dan Sven Kramer. Deze man won zaterdag de marathon in Amsterdam, de openingsmarathon. Nu vergelijken met Bergsma. En exact dezelfde rondetijd van 30-4. Dus blijft het verschil een halve seconde. Vanaf nu reed Jorrit Bergsma alleen maar 30-4 en versnelde van naar uiteindelijk 29-9 en 30-0. Dus de langzaamste ronde van Bergsma was 30-4 in deze, vanaf deze fase in de race. Is Kramer in staat om zo'n schema heel snel uit zijn hoofd te leren? Ja. Die ziet alles. Kramer ziet echt alles. En kijk daar de mist die langzaam omhoog komt op deze baan. Hier in Groningen 30-6. 30-6. Het verschil wordt kleiner. Het verschil met Bergsma. Ja, goed in beeld. 24-honderdste is Kramer nog sneller dan Jorrit Bergsma. En daar het vingertje van Jack Ory. Klein beetje boven het schema. En het ritme gaat omhoog bij Sven Kramer. Die moet dus gewoon diep gaan in een wedstrijd waar het nog nergens om gaat. De eer. En ook al is hij 30 plus, hij blijft eerzuchtig en gretig. Sven Kramer. We gaan weer vergelijken met Bergsma. Die kwam door in 3:52. En kijk naar de rondetijd. Rondje 30-1. En de tussentijd op de 3 kilometer van Kramer is de snelste van allemaal. Ja, nu is het weer vlak. Net was het een half vingertje omhoog. Nu ligt hij weer vlak, zoals dat heet. Maar kijk, dat ritme blijft hoog. En het is werken voor Kramer ook. Is hij dus zo eerzuchtig dat hij dat baanrecord wil hebben? Ja. Dat wil hij. Dat is een kort antwoord, maar duidelijk. Maar dat is ook zo. Kijk, tong uit de mond. Het blijft een mooie strijd door de Olympisch kampioen op de 5 tegen de Olympisch kampioen op de 10. En 29-7 voor Kramer in deze fase van de race met nog 400 te gaan. Dus een dikke seconde te pakken op het schema van Bergsma. Nu gaat het halve vingertje wat eerst omhoog was naar beneden. Je zag bijna de glimlach vergeten dat Stroetinga ook nog bezig is aan een goede 5 kilometer. En je zag de glimlach bij Bergsma die dat allemaal ziet. En komt er nog een 29. Misschien dat hij het zelf wel ontkent hoor, Kramer. Maar echt in Enschede een jaar geleden. Oeh, dit is sterk. 29-6. Daar moest hij Bergsma voor laten gaan. Kramer is goed, verbetert zich ook in een aantal testen weer deze zomer. Ja. En opvallend is dat hij zo makkelijk dat hoge ritme kan rijden. Dat is niet het handelskenmerk van Kramer. Hij moet zich aanpassen aan de omstandigheden. Je moet het wel kunnen. 4200 meter, 2 ronden nog. En dan is dit geruststellend voor Kramer. Oh. Die gaat een nieuw baanrecord aankomen. En ook Ory denkt van ja. Nog een 29er. Ja, nu dan de duim omhoog. Dat mag, hè. Dat is wat anders dan een vinger omhoog. Prachtig. Hij heeft niets ingeboet aan gretigheid, aan wil om te winnen. Het gaat hier nog nergens om. Het is de opening van het nationale seizoen. Hij heeft al wat trainingswedstrijden laten zien dat hij beter is dan de afgelopen jaren. Het kan echt. Nu hoort hij de bel. Nog een 29er. Alsjeblieft. 2,3 seconden sneller dan Jorrit Bergsma. En daarmee verbetert Kramer zich ook zelf. Want dat baanrecord, dat dateert van 2007. Dat was zijn eigen baanrecord. Tijdje geleden dus. Dat raakte hij kwijt aan Jorrit Bergsma. En eerst aan Erik-Jan Kooijman. En hier zet hij de boel recht.
Want Kramer verbetert de tijd van Bergsma, verbetert zijn oude baanrecord, verbetert zichzelf en zet hier de toon. 6:20:40 met ook de slotronde een rondje onder de 30 seconden. Kramer is meer dan klaar voor dit seizoen. En Struttiga rijdt echt geen slechte 5 kilometer. Maar dit is wat anders. Kramer als vanouds. Wat een mooie rit. Even zelfs boven het schema van Jorrit Bergsma. En dan zegt ook Ori, nou, je bent er klaar voor. Die duim kan omhoog. En de tijd, die mag er zijn. 6:20:04. Rondetijd, 3/10 sneller Roest dan Blokhuizen. Maar beide mannen dus ook nog onder de tussentijd van Kramer. Wat dacht je daarvan? Dan had Kramer een spectaculair slot. En deze mannen hebben niet het voordeel van geweldig ijs. Maar tot op heden knokken ze zich erdoor. Maar dat... Roest op lichte voorsprong. Ja, en kijk eens naar dat ritme bij Blokhuizen. Dat vertraagt aan het uitkomen van de bocht waar het juist hoger moet. Zeker op dit ijs. 30-6 om 30-7. Beide mannen nog steeds onder de tijd van Kramer. Maar het zwaarste moet nog komen. Kramer bouwde zijn rit fantastisch op. Kramer wil natuurlijk naast Douwe de Vries nog een proefmaatje mee in die wereldbekers. Vijfde tijd is nu die van Bob de Vries, hè? 6:29. Volgorde is nu Kramer, Bergsma, Douwe de Vries, Kooijman, Bob de Vries. En daar gaat Roest nog onderduiken. En sterker nog, die rijdt bijna een seconde onder het schema van zijn kapitein. Ja, Roest houdt de rondetijden vol waar Jan Blokhuizen verslapt bij 31-0. En dan is het lastig om weer dertigers te gaan rijden. Is dit een pareltje, deze Roest? Het lijkt erop, hè? Ja, 2 keer wereldkampioen bij de junioren. Maar zoals eerder gezegd, de aansluiting bij de Nederlandse senioren maken is gewoon ontzettend moeilijk. We gaan naar de 3 kilometer. Hou je die lage dertigers? Nee, 39 nu. En nu nog maar 18e onder het schema Sven Kramer, die eigenlijk nu pas op stoom kwam. Ga er maar vanuit dat Kramer hier gaat winnen vandaag. De 6:20:04, het baanrecord. Maar hoe ver kan Roest komen? En komt Blokhuizen nog terug. 4 ronden te gaan bij de komende doorkomst. Patrick Roest. Ja, een 31er nu. Van 30-9 naar 31-0. En zit hij ook een 100ste boven het schema van Bergsma. Ja, die tijden die lijken te hoog voor Roest en Blokhuizen. Halen ze de top 5. Ze weten wat ze moeten rijden om Bob de Vries uit die 5e positie te rijden. Die eindigde met 6:29:07. En reed in deze fase van de race lage 31ers. Roest nog altijd op voorsprong ten opzichte van Blokhuizen. Nog eens een 31er. Het verval is niet groot. Een kleine 1,5 voorsprong heeft hij op de 5e positie van Bob de Vries. De tijd van Kramer is niet meer te evenaren of te verbeteren. Dus Kramer gaat hier winnen, dat is geen verrassing. Maar hoe ver gaat zijn jongere teamgenoot komen? Kijk. Hij hield de schade beperkt hoor in de rondetijd. Maar nog 2 ronden te gaan. 30-9, het is knap, het is op karakter. Zo zag het er niet uit technisch. Hij had moeite met die bocht, maar is in staat om inderdaad van die 2 keer 31 terug te gaan naar 30-9. Zit nog altijd in de top 3. En geeft hier Jan Blokhuizen een enorme plakslaag. Ja. De bel. Patrick Roest met een 31-1 bij het horen van de bel. De richttijd is nu de 5e tijd, de 6:29:78. Dat gaat hij wel halen, want de vingers wijzen naar beneden. En dus gaan Kramer en Bergsma naar de plaatsen 1 en 2. En is de vraag waar Roest terecht gaat komen. 20 jaar is hij pas. De opvolger voor Kramer staat eigenlijk al klaar. Nog een paar jaar wachten, maar dit is een echte allrounder. En hij heeft geweldig gereden en komt uit op een tijd van 6:26:85. En dan is hij net wat langzamer dan Douwe de Vries. Een ploeggenoot van hem. En staat hij op plaats 4.
En zakt Kooijman naar plaats 5. En zo is dit toch een uitslag waar velen wat minder vrolijk over zijn. Roest kan lachen. Hij zit erbij, die top 5. De top 5, normaal gesproken, plaatst zich rechtstreeks voor de wereldbeker. En de anderen moeten maar hopen of er een plaatsje vrijkomt. Die 5 kilometer, daar moeten ze niet aankomen, vindt Kramer. Dat is zijn afstand. En ook vandaag in Kardingen heerst hij als vanouds. En straks horen we wat Sven Kramer vond van die 6:20:40. Een heel dik baanrecord daar dus in Groningen. Zo dadelijk de 1500 meter voor vrouwen met een echte koninginnenrit. Irene Wüst tegen Jorien ter Mors. En dan is er ook nog de 500 meter mannen. Na de ster, graag tot zo.